Ik ga een vraag stellen en mijn vraag is of u zo eerlijk mogelijk de vragen wil beantwoorden. Als u eerlijk bent, zal er niets gebeuren. Maar op het moment dat u de waarheid niet vertelt, dus een leugen, zal er een signaal klinken en zullen er wat lampjes gaan branden. Begrijpt u wat ik u uitgelegd heb? Gaan we beginnen. We hebben het op muizen uitgetest en dat werkte prima. Maar nu willen we graag dat het op mensen wordt geprobeerd. Is het werk of is het een hobby? En wat is een minder goede eigenschap van je moeder? Hé, wat is een goede eigenschap van jouzelf? Ik ben heel eerlijk. Hé, ben je altijd eerlijk? Nee. Oké, wie vind jij heel goed wat muziek betreft? Marco Borsato. Marco Borsato. Heb je daar een poster van boven je bed hangen? Nee. Hij heeft namelijk 3 sensoren. En sensoren reageren op de temperatuur van je, op je vochthuishouding, ofwel zweten, en op je spierspanning in je gezicht. Ja, snap je dat? Ja. Jemig. Het is volledig veilig. En heb je een vriendje? Nee. Heeft u meerdere partners? Nee. En doe jij goed je best op school? Ja. Vind je een ander dat jij een gevoel voor humor hebt? denk ik wel. Ik moet u wel mededelen dat de test op zich wel geslaagd is. Want ik heb hier een meting van betreft de eerlijkheid van u op dit moment. En die zit op 7,2. Ik dank u voor uw medewerking.